Goedemorgen, het is donderdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb vandaag vrijgenomen, of tenminste grotendeels vrijgenomen. Ik moet straks nog wel even wat doen. Om te gaan inpakken. Want we gaan morgen op vakantie. Een weekje met de family. Toen met mijn ouders dan. Dus daar ben ik nu mee bezig. Het schiet al aardig op. De weersverwachtingen zijn een beetje wisselend. Dus ik heb hier alle kleren voor Niels in gedaan. Bij jongens altijd net iets makkelijker bij meisjes, want bij hem ook gewoon lange broek, korte broeken. En dan t-shirts, vooral t-shirts, want hij is altijd warm. En dan nog wel iets met lange mouwen en een trui, maar voor hem niet zoveel verder. Voor Elin heb ik het allemaal hier in een tas zitten. Daar heb ik iets meer variatie in, maar toch wel grotendeels ook t-shirtjes. Omdat ik denk dat het op zich niet koud is, alleen ook niet heel warm. Maar goed, de weersvoorspellingen in Utrecht zijn al wel weer een stuk beter. Dus met een beetje meer ervaring, laat ik het zo zeggen. In principe zou weer kunnen wassen, maar ik neem gewoon wel voldoende mee. En ja, weet je, als het nou alleen maar slecht weer is, dan was je natuurlijk die kleren misschien een keer. En als het alleen maar goed weer is, de andere kleren. Dus nou goed, toilettasjes zijn ingepakt, die zitten er ook in. Ook die van Niels, want dat past natuurlijk een klein beetje. Dus toilettassen. Billendoekjes, toetenpoetsers. Ik heb al een tas met badspullen. Die hebben jullie vorige keer gezien. Ik die aan het inpakken was, moet ik alleen nog even dit in doen. Want het is altijd wel handig. Volgens mij kunnen we daar niet douchen. Maar als het wel kan, dan neem ik even dit mee. Want dat is natuurlijk makkelijk. Dan ben je in één keer klaar. Maar volgens mij kan dat nu niet. Luiers. Zakdoekjes. En heb ik haar outfitje voor morgen al klaar. Dit is de pyjama van nu, maar een rompertje natuurlijk, t-shirtje en een lekker leggingtje. Want dat zit natuurlijk comfortabel in de auto. Het is zo'n ruim 2 uur rijden. Gimpies. Dan heb ik hier mijn toilettas. Ik heb een nieuw systeem dit keer. Ik ben benieuwd hoe het gaat werken. Normaal heb ik deze grote toilettas mee. Maar ik heb nu 2 kleinere gedaan. Ik heb hier zeg maar alle douchedingen, body lotion, dat soort dingen. En dan heb ik hier alle gezichtsdingen in zitten. Dus face wash, gewoon alles wat met gezicht te maken heeft. Mijn nagellak in de noemer. En dan heb ik nog een apart toilettasje. Maar zeg maar even een make-up tasje. Zo. Mits voelt bij hangen. Die ligt hier tussen de tassen. Ik heb hier kleding in zitten, zwemkleding, ondergoed, sportkleding, allemaal dat soort dingen. Ik heb wat van die zomerboeken mee, het vakantieboek van Jan en die van de Linda. En dan nog een Gracia en een NC en mijn e-reader, dat zit erin. Ik heb hier nog de schoenen van Niels, laars en slippers, dus een gimp heeft hij aan. Voeding voor Elin. Met een fles, ze heeft nog 1 keer per dag een fles. En een slabbetje, want deze zijn heel handig. En een voorleesboek. En wat zit hieronder? Oh ja, nog een trui van Niels. Dus dan ga ik nu mijn toilet als ze hierbij in doen. Ik ga het in het zijvak doen. Oh ja, we moeten zelf handdoeken mee. Dus die handdoeken liggen nog daar. Douchehanddoeken en handdoeken voor het zwembad. Want we moeten, zeg maar, we hebben geen handdoekenpakket, alleen een linnenpakket volgens mij. Dus dat gaat ook mee. En dan is volgens mij mijn tas zo goed als klaar. Mijn medicijnen moeten nog, maar die neem ik natuurlijk nog in morgen. Ook ik zal wel eventjes een soort EHBO-kitje met pleisters en zo doen. En allebei de kits heb ik dit gedaan. Gewoon een klein koffertje met wat speelgoed erin. Dus voor Elin zit haar theepot in met haar kopjes, want daar speelt ze graag mee. En haar My Little Ponies. En haar nep make-up set. En voor Niels ben ik daar gisteravond mee bezig geweest. Namelijk, oh ja, deze nemen we voor hem mee. Dan kan hij beestjes onderzoeken, vindt hij leuk. En ik heb dus gisteren een Lego bouwpakketje gemaakt. Dit is gewoon eentje die hij al heeft. En dan kan ik die daar gaan bouwen. Verder heeft hij Transformers bij zich. Maar daar mist hij er nog 2 van. Die moet ik zoeken. Die kan ik niet vinden. Dus die doe ik bij hem erin. Ze krijgen aan het begin van de week allebei een boek. Niels krijgt het Bobo Zomerboek. Hier staan allemaal
ja, opdrachten in. Oh, dan moet ik misschien wel even wat kleurtje meenemen. Dit soort dingen vind ik altijd heel leuk, Doolhof. Dus een zomerdoeboek. En Elin krijgt, dit was iets groter dan ik had bedacht. Ja, op bob.com had ik niet naar de afmeting gekeken, maar dit is het grote Boema zoekboek. Elin is gekke Boema. Tenminste, het boekjes van Boema. En hier kan ze ook nog woordjes leren, want er staat gewoon geit, kip. Nou ja, die woorden kent ze, maar er zijn natuurlijk ook even woorden. Windmolen kent ze nog niet bijvoorbeeld. Dus dan kan ze zoeken en woordjes leren. Dus deze. En deze, ja, die is een beetje meer voor Niels dan voor haar. Maar voor haar is wel leuk om te kijken. Dit kreeg ik als tip. Dit is, dit boek heet... dit boek heet Alphabet. En hier heb je dus per pagina alle letters. Dus je hebt zeg maar, de eerste pagina is letter A. En dan heb je apen in een achtbaan. Een astronaut, een aardbei, die ze aan het afwassen zijn. Dus je hebt allemaal, alles wat je hier ziet, zeg maar, begint ongeveer met een A. Ambulance, appelboom. Nou ja, dus zo kan je heel leuk letters oefenen op een speelse manier. Maar je kan natuurlijk ook zeggen van, nou Niels, zie jij de geest in de fles, zeg maar. Dan gaat hij dat zoeken. Dus deze, maar dit is voor Elin ook leuk, want het zijn gewoon ook gewoon hele leuke illustraties waar je lang naar kan kijken. En deze had ik anders niet cadeau gegeven, maar ik dacht wel, zeg maar, niet cadeau gegeven, had ik hem gewoon gekocht en in de kast gelegd. Omdat ik het gewoon een heel leuk en leerzaam idee vind. Ik hoor er goede verhalen over van vriendinnetjes. Dus ik ben heel benieuwd en haalt volgens mij ook 5 sterren bij Bol. Dus maar deze, ik dacht, nou ja, als we dan toch gaan, dan neem ik deze mee als een soort gezamenlijk cadeautje. Ik ben even gezonde brownies aan het maken. Dat doe ik nu even in een bakje, maar ik heb even, hoe heet het, bakpapier ondergelegd. Zodat ik het straks moet aan 2 uur koelen. Maar dan doe ik het daarna doe ik het in dat bakpapier wikkelen. Dan kan ik het meenemen naar de korreltje. En uitdelen als we daar zijn. Dat is even wel een gezellig ideetje. Ik kreeg het helaas vanmorgen niet meer vastgelegd, het hilarische stuk. Ik weet niet of jullie mij überhaupt konden verstaan, maar ja, ze waren natuurlijk allebei vroeg wakker, excited. Nou ja, Elin was gewoon wakker op een pluier, maar daar kwam ik natuurlijk pas later achter. Maar goed, Niels was dus opgenomen, oh, eiland en ding. En op een gegeven moment stopte hij, want ik weet niet wat hij aan het doen was. En dan hoorde je op Niels zingen, eiland. Niels, zingen, eiland. Nou, ik ging stuk. Maar goed. Niels vroeg net heel terecht of er wel wc's waren bij Bollo. Goed dat hij zich eventjes daarop voorbereidt. Er zijn toiletten, hebben wij begrepen. Nee, we hebben gewoon een huisje met meerdere toiletten en badkamers. Ik ben even mijn haar aan het krullen, want het kan wel goed zitten. Ik merk altijd als ik een krul dat het langer goed blijft zitten. Maar nu bedacht ik me ook weer, ja. Dus aan de ene kant natuurlijk wel hartstikke handig. Maar aan de andere kant springt natuurlijk dat zwembad in. En dan is het weer allemaal wat er niet gedaan. Goed. Goed idee. Haren zitten weer op het heen. Camera in de tas. En schaapje. Niels een plaswekker. Slaapwekker. Weet je niet. Nou, daar sta je dan. Ik heb heel hard gehuild net. Want ik kreeg echt... keihard de klep van de bak van mittens op me. Elin, ik was de bak aan het verschonen. En Elin ging iedere keer met haar hand in. Ik zei, mag niet, Elin mag niet. Maar goed, ze luisterde niet. En op een gegeven moment ging ze bijna er echt in. Ze misschien net met haar hand in op het randje. Ik zei, niet doen, niet doen. Maar ik dacht dat ze echt letterlijk die kools gaat pakken. Dat moet ze gewoon niet doen. Dus toen trok ik de hand weg. Maar toen liet ik dus natuurlijk die klep los. Nou, en toen... dan ging die op mijn neus. Ik heb nu 2 sneetjes. Het voelt heel beurs. Dus ik heb nu... zit ik de hele tijd te koelen met een... met het ijs in. Ja, en ik was ook gewoon boos. Want ze luisterde gewoon niet. En ja, weet je, ik ben gewoon druk met de laatste dingetjes afronden. En het doet gewoon
super pijn, die plek. Wie wist dat? Ik wist dat niet. Nou ja, goed. Dus, maar het is zo mooi. Ik was echt aan het huilen als een soort hysterisch mens. Maar gewoon door de combinatie van alles. Ook natuurlijk gewoon stress, weet je. Je bent gewoon druk. Je wil gewoon nog even snel die bak, weet je. Je wil gewoon even rollen. En dan, nou ja, goed. Dus een irritatie. Dus ik zat hier als een soort hysterisch kind op. Maar was ik maar even naar mijn kamer gegaan. En, maar dan committen ze dus helemaal om me heen en echt met de pootjes hier en kopjes geven. Zo bijzonder altijd hoe dieren dat aanvoelen. Dus goed, ik heb mama nog even gebeld van wat moet ik nou precies behalve koelen nog iets doen. Ja, doe maar een pleister op. Nou ma, als je het heel erg vindt, blijf ik liever uit als Harry. En Mittens, je zorgt altijd zo goed voor me dan, hè. Dokter Mittens. Maar goed. Niels is dan ook heel lief. Nou, dit is het. Dus hier gaan jullie de komende tijd even aankijken. Zet er zo'n zit je dus weken thuis. Je ziet helemaal niemand. En dan ga je eindelijk weer eens een keer ergens heen. Dan heb je dit. Nou, goed. Mijn oom is er. Dus ik ga weer hem. We gaan dus ook voor mannen ergens gezellig doen. Nou, we rijden het goede weer tegemoet. Het regent. Nou, ik ben ook mee. De Westerbox boxfeest. Ze gaan wat denken hoor. Ja, nee, het was het keukenkastje. Nee, het was echt de bak van Mittens. De kinderen waren getuigen. Misschien wel een klein beetje hoofdpijn te krijgen. Maar goed, dat is misschien psychologisch. Misschien is dat psychologisch. Ik weet het niet. Oh, het stopt wel meteen met regen. We zijn nu bij, ik heb geen idee, waar zijn we ergens? Rutten en Kruil. We zijn voorbij Urk en Zwift en Land. We zijn het water over. Ik weet het niet. We zijn ver weg van huis. Maar goed, we moeten nog een uur. Dus we gaan nog even doen. Wij zijn in het huisje. Dit is het huisje. Dan heb je een kinderspeelhoekje. Eettafel. Ja, we zijn natuurlijk nu aan het uitruimen. Speelgoedkist. Keuken. En een tuintje. Dan nog even alle gear neerzetten. En nou, nu ga ik even naar boven om alles in te ruimen. Straks nog even kijken waar, hoe en wat. Oh. Nou, dan heb je hier de trap. We hebben het giraffenhuisje. Natuurlijk allemaal kinderhekjes. De kids zijn even buiten met opa. Er is wel een vlieger, die moet er nog eventjes. En dan heb je hier de kinderkamer. Dit is onze kamer. Zal ik eerst even laten zien. Onze kamer. Helemaal prima. Ik ga even een raampje openzetten. Ik had er wel een beetje blij van. Tenminste, als het ook zo kan. Ik kan het alleen zo. Nou, maar even zo. Oh, er zit een kapotte hoor. Dus dat komt wel goed. Nou, dit tocht een beetje. Dan doen we even dit raam. Oh, dat heeft weer geen hoor. Goed. Nou, dat komt straks. En dan staan we hier de kids. Hier staat Niels. En hier gaat Evelyn slapen. Commode, bollo. En dan kunnen ze hier ook nog lekker spelen. Dus dat is ook heerlijk. Oh, deze kan wel open. Zo. Even een beetje luchten. Dus ik ga het even allemaal inruimen. En dan slapen hier papa en mama. Dan hebben we hier een badkamer. En hier een badkamer. Dus helemaal prima. Het is inmiddels zaterdag. Weinig gevuld tot nu toe. Niet altijd rustig slapen op de kids, hè. We waren een beetje onrustig. Maar ze gaan zo een lekker lang middag slapen, dan hoop ik. Padahari is nog steeds in de house, maar het is wel rustiger. Ik heb nu het. Hoe heet het? Linda Zomerhoek. En mijn vrouw en meneer gaan zo even een tukkie doen. En dan zit ik met Sven een nieuw Boomba boek te lezen. En nu heeft hij spelen. En je moet dus nu van tevoren alles reserveren. Dus het zwembad zat al vol voor vandaag. Dus we gaan morgen. De speelhal komt nog net. Maar we moeten dus nu eventjes voor de komende dagen gewoon gaan reserveren. Omdat ja, blijkbaar niet iedereen dat. Dus dan moeten we eventjes zorgen, zowel de speelhal als het zwembad, dat gaan we regelen. Nou ja, iets minder spontaan. Maar het maakt niet uit, lang blijven.
de virus. Dus dat gaan we straks eventjes doen. Dus ik denk dat het een beetje onbenoemd wordt op 's ochtends en 's middags. In ieder geval de dagen dat het nog niet super best weer is, is dat wel goed. Nou ja zeg. Want ik wou eigenlijk niet missen. Hé! Hey. 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 Hallo! Hallo! Van jou ben je er misschien ook bij. Ja, ik ook. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Mag ik alsjeblieft van de baby jurkjes van mama een tekentje? Ja, dat niet. Mag ik kaartje pakken? Ja, nu mag je bij de dieren, die heb je ook al een paar. Ja, ze heeft het gouden ei gevonden, dat was de opdracht van vandaag. Groter. Wauw, Niels, een groot ei, man. Je lag in het gras, heel moeilijk, hè? Ja. Wauw. En ik had ook nog een klein beetje gevonden die niks te bekennen was. Echt waar? Die ook kon vliegen. Dus heb je ook een bol al gezien, of niet? Ja, die heb nog gezien. Oh, want die hebben we al naar jullie toegestuurd. Die stond er aan te kloppen. Nee. Heb je een jas aan? Waar heb je trouwens de rest gelaten? Dat is opa, hè? Ja, weet opa dat ook wel. Is opa jou nou het gouden ei? Nou ja, Niels heeft het gouden ei gevonden. Dit was echt zijn levensmissie. Want hij had eigenlijk heeft hij dinsdag een schoolreisje. Maar daar kon ik dus niet heen, omdat we hier zijn. En toen heb ik dus even met hem in de Landbouw app gekeken wat er dan allemaal hier te doen was. En toen zagen we dus dat er een speurtocht was naar een gouden ei. Dat is ook jammer, want het was van 10 tot 5. Dus om 1 minuut over 10. Maar goed, nee, dus en ze hebben het dus gevonden. Het lag vreselijk lastig verstopt. Buiten het terrein, bij de fietsverhuur. Maar goed, hij heeft het gevonden. Dus hij is nu met Sven zijn prijs in hem. En je moet dus reserveren voor het zwembad en alles. Dus, en voor het indoor spelen. Maar goed, het is niet echt lekker weer. Het is gewoon ranzig eigenlijk. Ik heb mijn badjas aan, want ik heb hier onder mijn badpak. Want die moet in zwemkleding er al heen. En toen dacht ik, ja, ik doe het gewoon zo. Van mij bommen. Dan heb je dus een tijdslot. Dus we gaan nu van 11 tot 12:30 kunnen we dan zwemmen. En dan hebben we vanmiddag nog een tijdslot voor de speelding. En dat hebben we dan maar boeken we maar steeds en dan kunnen we het allemaal nog annuleren. Maar het was namelijk allemaal al vol, dus we dachten we moeten toch nog gaan reserveren. Goed, het is verder heerlijk. Kijk, een bakje thee. Elin wil elke dag eventjes aan mijn mond zitten. Heel leuk. En we gaan even kijken wat voor prijzen ze hebben geïnd. We mochten gewoon een tientje uitzoeken in de winkel. Dus we hebben duikdingen en Playmobil gekozen met een poppetje ook voor Elin. Dat is toch hartstikke lief. Ja, zeker. Heerlijk, we gaan zitten in de zon. Het wagenpark staat trouwens ook al klaar. Waait wel, maar we gaan gewoon bij de muur zitten. Nou, we zitten even hier in het wagenpark. Niels zegt even, hoor je tegen de eendjes? Ja, de eendjes, hè? Mama, die ging zwemmen. Kwak. Dag, dames. Kwak, kwak. Kwak, kwak. Eendje. Wil je ook? Ik ben met de kids thuis. Niels zit daar te slapen, Elin boven. Ik ben even boodschappen doen, papa, mama zijn wandelen. Dit is mijn outfitje van vandaag. Een sweatertje en deze rok. Dat zijn nu mijn slippers. Maar het weer is een beetje. Maar ik ben druk bezig met mijn huis met homeschool. Interieur styling cursus. En dat is heel leuk. Ik ben nu bezig met mijn molbordje. Even kijken hoor, of ik hem even kan laten zien. Dat je het een beetje kunt zien. Dit is mijn eerste poging. Nou, is toch hartstikke leuk. Dus daar ben ik lekker mee bezig. Het moment is daar. We gaan buiten zitten en we gaan een auto bouwen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden met deze blokken. Goedemorgen, het is dinsdag. Het weer blijft een beetje meer. Ik heb vandaag een t-shirtje aan met deze lange rok, volgens mij van Lovies. Ik heb net mijn haar even een klein beetje in de krul gezet. Ik voel nog een beetje zwoel. En ik loop nu naar het indoor speelparadijs. Want daar is mijn vader al met de kids. Dus daar haak ik aan. Straks komt mijn oom. Dus dat is gezellig.
Vanmiddag gaan mijn oom en Sven zwemmen met de kids. Want je moet het allemaal reserveren. Dus je leven is helemaal gepland. Maar goed, het is verder heerlijk hoor. Je hoort mij niet klagen. Net was het zon, maar ook nu ook niet meer. Ja, lekker. Maar goed, we hebben rond. Nee, het is hartstikke gezellig. Dus wij vermaken ons prima. Ja, maar ik film gewoon niet zoveel. Want ja, het zwemt zo, neem ik allemaal die camera niet mee. Even iets voor mijn werk. Op de ongevoelige plaat vastleggen, zie ik. Ja, hallo. Nee. Hallo. Daar komt ze weer. 1, 2. Hallo, mama. Oei. Dat is het nieuwste ding, de Power Tower, waar die dan in klinkt. En dan van de superslide af. Nou ja, goed, een opa die probeert hier zijn nek niet te breken. Want dit is spekglad. Dat bedoel ik, ja. Dit even rozijntjes, hè? Ja. Is hier rozijntjes te eten, hè? Nou, en uit deze hoge toren schijnt mijn zoon zo meteen te komen. Het is wel echt een grote, grote hal. Oh, daar komt hij. Daar komt iets aan. Hey, daar was hij weer. En daar heb je dan ook nog een heel gebeuren. En trampolines. Heel wat lekker in de tuin gespeeld. Het kan zo maar een keer. Het is inmiddels avond, we hebben lekker pizza gegeten. En je gaat even zijn schoenen strikken. Veters strikken. Dat is handig, schat. Zo'n assistent. En ik heb vanmiddag nog even gesport toen de kids aan de gang waren met Sven en oom Ruud. En we hebben dus nu lekker pizza gegeven. Ik heb een stoofpotje. En we gaan nu meloen kijken zo. Mijn favoriete fan van de show is er ook weer bij. Mama staat de meloen te maken. Nom nom. Goedemorgen, ik ben weer onderweg naar de speelhal. Papa en mama gaan zo met de kids naar Leeuwarden. Dus ik, of naar papa en mama met mijn oom, niet met de kids. Wij blijven hier met de kids. Dus ik los mijn vader even af in de speelhal. En nou ja, wij blijven gewoon hier met de kids. Ik kon ook wel mee naar Leeuwarden, maar ik dacht, nou, dat is ook zo ongezellig. Dus Sven met de kids. Nou, dat is ook gezellig. Maar ik dacht meer, ik blijf wel gewoon lekker hier. Sven en ik gaan vanavond uit eten. Dat zie ik er moe uit. Ik ben niet moe. Ik heb prima geslapen. Ik had wel nog even een mug. En ik moet zeggen dat ik een beetje in een... We doen dan altijd s'avonds nog kaarten. En dan op een gegeven moment dan gaat iedereen eventjes het boekje lezen. En een deel gaat dan naar bed. En ik ga dan, Sven gaat dan ook naar bed. Zag ik nog even in de slaapkamer nog even lezen. Maar dan begin ik altijd nog met een stukje Love Island. En hier is toch een intrigerende aflevering, dus ik bleef een beetje hangen. Maar goed, dus, ik heb misschien iets minder lang geslapen dan normaal. Nou, wij zijn weer in de speelhal, we zijn nu boven. En Niels is hier aan het voetballen met Sven en twee andere kindjes. Duwen, ja, goed zo. Zo, deurtje dicht. Deur open. Deur open. En ze zit hier dus in de krochten van de gebeuren. Hallo, waar is Elin? Ik heb dat toch goed voor jongens. Ik heb er nog mijn handtas om. Waar is Elin? Zit u dus achter een deur die een en ander de hele tijd open en dicht doet. En zegt ze niet storen, mama, niet storen. Ja. Hallo. Dicht. Dankjewel. Deurtje dicht. Deurtje dicht, ja. Nee, ik zal niet storen. Nee. Hey, ijsje? Nee. Oh. Nee, deurtje open. Oh, oké. Dankjewel. Oh, die ogen dicht. Oh, mijn ogen dicht. Oké.
Nou, na deze wandeling zijn wij weer binnen. Ik ga de vlog voor deze week afsluiten. En dan neem ik jullie in de komende vlog mee in het laatste stukje vakantie. We gaan onder andere vanavond lekker uit eten. En gewoon het weekend. En het weekend daarna wordt leuk, want dan vieren we Edens verjaardag. Dus één groot feest de hele tijd. Dus super bedankt voor het kijken. En ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. Doeg!